Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Harry Potter en de Steen der Idioten. Vandaag beginnen wij aan onze eerste les gedaanteverandering. En ja, het is een beetje raar dat gedaanteverandering zo onderschat wordt of zo gedownplayed wordt in deze serie. Het is gedaanteverandering. Dit begin ik heel raar te vinden, want stel nou, je pakt even de laatste Harry Potter, en de laatste Harry Potter film uit, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ik kan zeggen, ja, het is geen Harry Potter film. Het is een Harry Potter universum. Ik vind het een Harry Potter film. Daar is de vijand van de film. Hij komt ermee weg omdat zij zijn gedaante heeft veranderd. Dan zou je toch denken dat gedaanteverandering zo'n groot iets is. En dat ook echt meer een rol speelt in het hele verhaal. En dat je ook meer focust op het principe, mensen kunnen van gedaante veranderen. Dus wij moeten controles in de wereld hebben, zodat dit voorkomen kan worden. Dat lijkt me aardig logisch, toch? Want je weet het, je hebt die dingen zoals gedaanteverandering, nou ja, drankjes, je hebt spreuken daarvoor. Je zou toch denken dat na verloop van tijd je ook gewoon zegt van, weet je wat, wij moeten scans, beveiligings, anti-gedaanteverandering dingen hebben. Of spreuken die je op jezelf kunt doen, zodat mensen niet jouw dingen kunnen overnemen in gedaante. Want het spel die we nu net hebben gekregen aan Avivor verandert stenen in duiven. Ik weet niet of het specifieke stenen zijn, of dat het, of dat het oorspronkelijk duiven waren en die in stenen zijn veranderd. Maar als jij niet levende dingen kan veranderen in levende dingen, ook al is het maar een duif, dat is toch overpowered? Want ik weet dat golems een ding zijn, maar dat zijn golems. Die standbeelden breng je in beweging. En omdat je in beweging brengt, kunnen ze hun acties doen. Maar hun hebben altijd al hun standaard dingen gehad. Hun kunnen met hun armen zwaaien. Ze komen in beweging, zeg maar. Een steen heeft een compleet andere moleculaire structuur dan een duif. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat die duif dan opeens hersenen krijgt. En een heel zenuwstelsel waarmee die dingen kan doen. Ik weet dat ik veel te diep inkijk op dit punt, maar we hebben het hier over levende wezens. Levende fucking wezens. Ik weet dat J.K. Rowling koningin is van de retcon en van de ik pas dingen aan van ha 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 ha. Kijk mij hip zijn. Maar het is toch een beetje raar. Ondertussen hebben we hier de blue gnomes. De blauwe gnomes moet je twee keer raken. En zoals je ziet, de gnomes zijn gewoon heel vervelend. En ik blijf nog steeds heel raar vinden dat dit gewoon een ding is. Praat over dingen. Wij gaan even voor de lol kijken. Welke spreuken er allemaal zijn in Harry Potter. Want je hebt de makkelijkste spreuk ter wereld, Avada Kedavra, waarvan ik nog steeds vind van, je hebt een spreuk gemaakt die gewoon iemand instant killt. Er zijn dan geen dingen meer over voor gevechten of wat dan ook. Maar het is gewoon, raak jij de Avada Kedavra spel, ben je klaar. Zo simpel is het in deze en ik weet het niet. Het is zo, naar mijn mening, zo simpel van wat het allemaal eigenlijk allemaal is. Nou, dan heb je Alberto. A spell used to open doors. En daar is een klein verschil mee tussen Alberto en Alamomora. Alamomora opent deuren. En deze opent deuren. Waar is het verschil? Ik heb geen idee. Accio is a summoning charm, zolang het maar in direct zicht is, waarvan ik denk van oké, prima. Een age line prevents people above or below a certain age from access to a target. Ondertussen leg ik even iets uit voordat we verder gaan met de spells.
Ik heb in de eerste aflevering gezegd, of tweede aflevering, dat er een stuk is in de game die, waar ik, nou ja, 60-70% van mijn tijd heb verloren. Dat is dit stuk. Wat je hier moet doen, is je moet hier wat meelwormen. Moet je van punt A naar punt B brengen. Klinkt niet heel ingewikkeld, alleen die meelwormen moet jij herleiden door middel van een fluit. Als ze iets aanraken, zoals een paddenstoel of een gat, of niet goed meegaan met de platforms, wat heel snel kan gaan gebeuren, of een plant eet ze op, hartstikke mooi, begin maar weer opnieuw. En om het nog erger te maken, als jij een beetje verkeerd loopt en niet goed je dingen doet, oké, mooi, goed bezig, begin maar weer opnieuw. Dus dit kostte me altijd zoveel tijd, omdat je hier zoveel tijd in kwijt bent. En ik ben een beetje iemand die altijd de efficiëntie dingen zoekt. Ik verzamel eerst alle dingen en probeer zo'n dik mogelijke meelworm te doen. Nou, dat heb ik na 3 à 4 pogingen opgegeven. Dus wat je hier ziet is voor mij poging 4 of 5. Waarin ik gewoon een tijdje zeg van, weet je wat, fuck it. Ik ga nu gewoon 1 voor 1 doen. En zo veilig mogelijk proberen te halen. Want dit gaat al heel snel mis. Je hebt wel een paar smackies en een paar dingen die ik kan doen. Maar je hoeft maar in het gat te vallen hier. En je begint ook alweer opnieuw. En zoals je hier ziet, we zijn onze meelworm kwijt. Dus beginnen we weer opnieuw. En dat is mijn hele probleem van deze hele fucking stuk. En dit kost zo ongelooflijk veel tijd. Want jij loopt sneller dan de meelwormen. Op zich is dat nog geen probleem. Alleen bij overstapdingen zoals hier, ja, het is gewoon een probleem. Nou, we hebben de 4 gehad. Nog 2 te gaan. En waar is de tweede? Die zit daar ergens. Nou ja, de planten kunnen ook de wormen opeten. Gelukkig kunnen ze nog niet verdrinken. Dat zou nog ook wat zijn als ze konden verdrinken. Dan is het helemaal zo van stop maar met dit stuk. Dit is 3 keer niks. En laatste. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Hoppakee. Nou, daar moeten we weer omheen. En je ziet maar, dat achtertuin van Hagrid is en blijft een grote achtertuin. En ja, het is me ook vaak genoeg voorgekomen dat ik dit hele stuk heb doorgelopen en ik uiteindelijk toch ergens in een gat viel en weer opnieuw moest beginnen. Dit stuk is klaar, godsamme, nog aan toe. En mooiste van dit stuk vind ik ook nog gewoon dat heel veel van deze dingen je eigenlijk niet goed kan doen. En we komen ook nu langzaam zeker erachter dat Snape een beetje een douchebag is. Want een paar dingen die wij hadden hier, zoals bijvoorbeeld, kijk dat kruid, dat is makkelijk, dat kan je krijgen met een standaard les. Voor mij kruidenverzorging is niet redelijk, ik ben de naam kwijt van die les. Is ook niet de meest belangrijke les in vergelijking met dingen zoals verdediging tegen de duistere kunsten of zwarte kunsten. Maar bijvoorbeeld het slijm van de flubberwormen kan je alleen maar verzamelen als je met Hagrid samenwerkt. Nou, als Hagrid niet hier echt mag, ben je daar al gefukt mee. Want je hebt ook instrumenten nodig om het te spelen. Heb je geen instrument? Jammer, lukt het ook niet. En het laatste ingrediënt van Snape's mengseltje is een van zijn geheime ingrediënten. Waar je alleen maar bij mag komen als hij je toestemming daarvoor geeft. Dus dit is gewoon een standaard plek om gewoon in te verliezen. En dat is gewoon zo kut. Het is gewoon zo kut.
Pam, pam, pam. Nou, hebben we gelukt. Nou, je hebt een paar dingen om je ruimte te geven, maar ja. Het mooiste is als je het gewoon alles perfect doet. Perfect doet, tenminste. Nou. Hier is het goede. Hier heb je Lumos. Is Lumos handig? Nee. Niet per se. In deze game is Lumos echt... Je kan een beetje vergelijken met de Platinum puzzel van Tina. Je kan het alsnog zien. Alleen, ja, je zicht is iets minder. Maar voor de rest is exact alles nog steeds hetzelfde. Dus, ja. Het helpt wel met de stealth-secties 's avonds, want je weet tenminste tegen wie je praat. Oké, de andere dingen die we nog hadden was Aquamenti. Gewoon een simpele maakwater. Alerta Ascendara. Schiet een target in de lucht. Dat is het. Wauw. Daar heb je allemaal Mora, open deuren en andere gesloten objecten. Amato Animo Animata Animagus. En dat moet gedaan worden aan het begin, aan het einde van de dag, wanneer je de Animagus drank hebt. Dan heb je nog Anapneo. Opent de luchtwegen. Waarom dat een ding is, ik heb geen idee. Anteoculacia. Zorgt ervoor dat je hons groeit. Anti-cheating spel. Beschermt tegen vals spelen. Ik vind het een veel te simpele uitleg van wat het eigenlijk voor zou moeten zijn. Hoe doet het dat? Geen idee. Dus ja. Dan heb je nog anti-disapparation jinx. Nou, komt disappetatie. Oké. Anti-intruder jinx, prevents intruders. Antonin Dolohov. Gewoon, verwondingen maken totdat iemand sterft eigenlijk. Dat lijkt me zo veel sterker dan Avada Kedavra. Want Avada Kedavra is gewoon, ik schiet, ik raak, jij bent dood. Dit heeft tenminste nog een beetje toepassingen. Want als je iemand doodschiet, mooi, hij is nu dood. Je haalt er niks uit. Apparatium. Laat dingen zien. Appare vestigium. Goed voor dingen volgen. Omdat het voetsporen dingen nalaat. Apparition. Nou ja. Transporteert het. Aqua erecto. Weerwater. Arania exumia. Haalt spinnen weg. Arresto momentum. Verlaagt de snelheid van een bewegende target. Oké. Arrow shooting. Schiet een arrow. Dit lijkt me weer zo'n simpele spreuk. Waarvan ik denk van oké, waar komt de pijl vandaan? Is het wel een normale pijl? Of is het een andere pijl? Of, ja. Ascendio. Gaat omhoog. Echt, sommige spels denk je echt van wat de fuck. Wie heeft ze ooit bedacht? En kan je zelf spels maken? Maar dat zijn dingen die we de volgende aflevering weer verder gaan ontdekken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.